Hoi, ik wil je laten zien hoe je een klasse maakt in C++ naar aanleiding van NatureZen. Als ik NatureZen start, dan hebben we nu dit en dan komt de muziek. Nou, hop. NatureZen, hier links kun je uitklappen. Daar staan al onze bestanden. Kun je maar uitklappen. Hey, je ziet main.cpp, dat is de allerbelangrijkste. Dat is het beginpunt van het programma. En hier zijn allemaal klasses. We hebben een klasse die heet Agent, we hebben een klasse die heet Game, we hebben een klasse die heet Tile. En ik wil jullie even laten zien hoe je een klasse maakt vanaf niks. Ja, want dit is best wel een groot ding voor een beginner. Dus ik ga er even een maken. Gewoon helemaal vanaf niks. Dus ik sluit Qt Creator. Ik start overnieuw. En ik ga een nieuw project starten. Dat maak ik een plain C++ application van choose. Ik noem hem klassen of zoiets op, maakt niet zoveel uit. Dan is gewoon next, 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 hop, klaar. Hij kan nu runnen en dan krijg je hello world op het scherm. Maar dat is niet het idee. Het idee is, we gaan een klasse maken. Nou, we gaan een klasse maken. Class, nou, mens pakken we natuurlijk. Class, human. De code is natuurlijk Engels. Nou, wat heeft een mens? Nou, een mens heeft bijvoorbeeld een naam. Stut, string, m underscore name. Hiermee zeggen we, en dan moeten we hierboven even hekje include string doen. Hiermee zeggen we, een mens is iets wat een naam heeft. En we kunnen ook een mens aanmaken. Human, Paris, Hilton. En dan kunnen we zeggen al, Paris.mnaam is, nou, Paris. Dit gaat niet lukken, let maar op, hop. De compiler gaat klagen. Hij zegt, mname is private. Dat klopt. Een klasse is bedoeld om data te beschermen. Wij gaan dit private maken. Dat was het al. Maar wat we nu nieuw gaan doen, is boven gaan iets public maken. Public is waar je wel aan kan zitten. En wij gaan een constructor maken. Dus om een human te maken, moet ik, en dit is dus van hoe maak je een human aan, moet ik dus een const stud string reference name meegeven. En wat ik dan doe in die construct, dan zeg ik mName is name. He, dus hij gaat dan opslaan hier in de mName. Die m underscore betekent member of lid variabele. Zeg ik, oké, de mName die wordt name. Nou, dit compileert nog steeds niet, let maar op. Hij zegt, hey beste Richel, je kunt niet zomaar een human aanmaken. Nee, om een human aan te maken moet je nu een naam meegeven, Paris. Nou. Nu hebben we een human aangemaakt, dit werkt. Nu hebben we een human aangemaakt, die heeft een naam. Nou, die naam die kunnen we ook krijgen. Nou, dat doen we. Stud string get name return m name. Nou, nu hebben we een public functie gemaakt, dit is een public gedeelte. Een public functie waarmee we de name kunnen krijgen. Paris dot, je ziet met die punt krijg je een handig berichtje, pop-up schermpje. Nou, die zit op het scherm, het stut zich out, kan dat. En dan doe ik even nog een nieuwe regel. Hij antwoordt zo'n zooi. Dan moet je boven hekje include IOStream doen. En nu zien we dat we een mens hebben gemaakt. Die toevallig Paris heet, maar gewoon H van human kunnen zijn. Maar we hebben Paris Hilton gemaakt. Nou, tot zo hier. Dit is hoe je een beginklasse maakt. Oké, dat was dit voor nu. En dan wens ik jullie een fijne dag. Houdoe.